Hoeveel hier willen hun geloof gebruiken? Hij heeft het je gegeven om de vijand te verslaan. Hij heeft je geloof gegeven om boven ziekte te leven. Hij heeft je geloof gegeven om boven boze machten te leven. Hij heeft je geloof gegeven om boven de omstandigheden te leven. Hij heeft je geloof gegeven om staande te blijven in deze moeilijke wereld. Hij heeft je geloof gegeven om in zijn rust te kunnen leven. Hij heeft je geloof gegeven om je geen zorgen te maken, om niet bezorgd te zijn. Hij heeft je geloof gegeven om in zijn vrede te wandelen. Wauw, heel, heel erg belangrijk. En geloof is een gave van God. En iedereen kan het krijgen. Hoe krijg je het? Vragen van Heer Jezus, red mij. Op het moment dat je zegt, Heer Jezus, red mij, en je bent eerlijk in dat gebed, komt God naar binnen. Ik heb het gedaan en met mij miljarden mensen. Op het moment dat jij zegt, Heer Jezus, wilt u me redden? Vergeef me al mijn zonden. Maak mij tot uw kind. Kom de Heilige Geest binnen. Kom de Heer Jezus binnen. En hij komt binnen met geloof. In één keer kan je geloven. Oh. In één keer zeg je, ik weet dat Jezus leeft. In één keer zeg je, ik ervaar hem. In één keer zeg je, hij maakt me zo blij. Het wordt realiteit voor jou. Halleluja. Oké, dus geloof is een gave van God, is niet iets van jezelf. Je hebt natuurlijk geloof, ja, dat is een geloof om ja, te zwemmen. Geloof om in een auto te zitten, geloof om op een stoel te zitten, is natuurlijk geloof. Ieder mens heeft dat. Maar bovennatuurlijk geloof krijg je van God. En je krijgt bovennatuurlijk geloof om in het bovennatuurlijke te kunnen geloven. Om in Jezus te geloven. Om te geloven dat engelen je helpen. Om te geloven dat de Heilige Geest je vriend is. Dat is wat wordt bedoeld met het bovennatuurlijke. Dan praten wij over Jezus. We praten over de Heilige Geest. En we praten over engelen. Ik moet dat gebied afmaken. En dat is het bovennatuurlijke gebied van Jezus. Ja? Jezus, de Heilige Geest, engelen, het woord van God. En als je je hart aan Jezus geeft, wordt die wereld reëel voor jou. Als je Jezus accepteert in je leven, wordt die wereld reëel. Maar dan moet je leren je geloof te gebruiken. Je moet leren je geloof te gebruiken om dat te demonstreren. Nou, in Efeze 2 vers 8, daar lezen wij dus dat geloof een gave van God is. Je leest het ook in 1 Korinthe 12, ik meen vers 9, hè. De gaven van de geest, geloof is een gave. Maar ik wil je laten zien, dat geloof jou brengt in het bovennatuurlijke. Want voordat hij Efeze 2 vers 8 aan ons geeft en zegt dat geloof een gave van God is, vertelt hij ons eerst in Efeze 2 vers 6 en 7 wat je positie is en eigenlijk hoe het gekomen is dat je in die positie zit. Wauw! Efeze 2 vers 8 is een verklaring voor Efeze 2 vers 6 en 7. Het hoort bij elkaar. Begrijp goed wat er aan de hand is. Paulus haalt Efeze 2 vers 8 aan van hey, je bent gered door genade, door het geloof en dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. Hij zegt zelfs want, het woord want gebruikt hij ook nog. Maar eigenlijk verwijst hij terug naar Efeze 2 vers 6 en 7. Wauw! Want let op, in Efeze 2 vers 8 heb ik je verteld, begint hij met, want door genade ben je behouden. En ik heb je meer gezegd, niemand begint zomaar een zin met want. Op het moment dat je want zegt, is er iets vooraf gebeurd. Is duidelijk of niet? Als jij naar me toe komt en je begint met want, en je vertelt allerlei dingen waar ik geen touw aan kan vastknopen, dan denk ik, wat is met je aan de hand? Heb je niet leren praten? Weet je wel? Maar op het moment dat je zegt want, dan is er al iets tussen ons hoor. Dan is er iets tussen ons. En hij zegt hier, want door genade ben je behouden. En dit woord want grijpt terug op Efeze 2 vers 6 en 7. Waar hij jou vertelt hoe rijk je positie is. En hij inspireert je eigenlijk om je geloof te activeren voor dit leven. Kom, we gaan erheen, we gaan het lezen. Efeze 2, vers 6. En God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus. Hoe wil jij je buurman vertellen dat hij in de hemel zit? Hij kijkt je aan en hij lacht je uit.
Ja, omdat dit alleen te verstaan is voor mensen die dit hebben ervaren. En hier staat, God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel in Christus. Dus elke christen heeft een plaats in de hemel nu al. Paulus sprak hier tot christenen op aarde. Hoeveel zien dat dit bovennatuurlijk is? En als je niet gelooft dat dit bovennatuurlijk is, vertel het morgen aan je buren. Ik zit in de hemel naast Jezus. Doe dan. Om de proef op de zon te nemen, vertel je collega's of mensen die niet in Jezus geloven. Ja, ik zit in de hemel met de Heer. Kijk hoe groot hun ogen worden. Nou, ze denken, gaat het wel goed met je? Heb je hulp nodig, joh? Heb je een psychiater nodig? Maar als je de Heer hebt leren kennen, is dit wel degelijk je positie. Het staat hier. Hij heeft ons mede opgewekt met Jezus. Eigenlijk zegt God hier, toen Jezus aan het kruis stierf, ben jij ook gestorven als ongelovige, als zondaar. En toen Jezus opstond uit de dood, heb ik jou ook doen opstaan, waardoor zijn leven jouw leven is geworden. Jouw leven en zijn leven zitten al verweven in elkaar. Oh, dit is christen zijn. Dit is echt christen zijn. Hij in mij, ik in hem. Dit is Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok, jij bent de rank. Ik ben het hoofd, jij bent het lichaam. Efeze hoofdstuk 1. Ik ben de herder, jij het schaap. We horen onafscheidelijk bij elkaar. En God heeft ons mede opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemel. Oeh! En om in Christus, om in de komende eeuwen, dat is vanaf het moment dat je gered bent tot in alle eeuwigheid, de rijkdom van zijn genade aan je te tonen. Dus God heeft je niet gered om je onder te dompelen in ellende. God heeft je gered om de overweldigende rijkdom van zijn liefde aan jou te tonen, naar zijn goedheid over ons in Christus Jezus. Daarom moet een christen positief zijn. Daarom moet een christen het goede blijven geloven. Daarom moet een christen bovennatuurlijk geloof activeren hiervoor. Want je zit in een wereld wat tegen je botst en vecht. Je zit in een wereld wat je een andere boodschap vertelt. Maar jij bent dan in het koninkrijk van God gekomen. Je bent gekomen in de rijkdom van God. Je bent gekomen daar waar de goedheid van God zich wil openbaren in je leven. Je bent nu in Christus Jezus. En Christus Jezus betekent de Verlosser en de Heilige Geest. De Verlosser is nou voor jou en de Heilige Geest is aan je zijde om je te helpen. De Verlosser is jouw Verlosser en hij verlost van alles. Een Verlosser is een Verlosser. Een verloskundige is een verloskundige. Als iemand zegt ik ben een verloskundige, weten we precies wat er aan de hand is. Totdat Jezus zegt ik ben een Verlosser, dan weten we het niet meer. Maar een verloskundige verlost, helpt, zorgt dat dingen goed gaan. Hallo, je kunt jezelf geen verloskundige noemen en dingen kapot maken. Word je uit je ambt gezet. Heel Nederland komt tegen je opstand. Van een verloskundige verwacht je dat ze helpen. Nou, Jezus wordt genoemd een verlosser. Nou, dan mag je verlossing van hem verwachten. Hij vergeeft je zonde, hij wil je verlossen van ziekte, hij wil je verlossen van moeilijke omstandigheden, maar hij heeft jouw bovennatuurlijk geloof nodig om samen te werken met hem. Ik hoop dat je dit begrijpt. Want zonder geloof kan je God niet behagen. God heeft jouw geloof nodig in wat hij voor jou gedaan heeft. En daarom zegt hij hier, jouw plek is nou in de hemel. Jouw plek is in Christus. Jouw plek is in de Heilige Geest die je helpt. Jouw plek is in de Verlosser die je helpt. Oh, halleluja! Woe! Hij heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus. Dus mijn plek is in de Heilige Geest, in de zalving. De Heilige Geest helpt mij. En mijn plek is in Jezus, in de Verlosser. Woe! Te alle tijden, oh, taramba, sonda, randa. Te alle tijden mag ik geloven in de hulp van de Heilige Geest. Die machtige Heilige Geest. Oh, die in het begin over de aarde, over de wateren zweefde.
Die werkt in het leven van Jezus. Die werkt in het leven van Simson. Die werkt in het leven van Jozua. Die werkt in het leven van Mozes. Die werkt in het leven van David. Diezelfde Heilige Geest die werkt in het leven van Paulus, werkt ook in jou en in mijn leven. Het staat hier, dat is nou je plek. Dit doet natuurlijk geloof niet. Dit is bovennatuurlijk geloof wat dit doet. Halleluja. Dus, als hij dan zegt, want door genade ben je behouden, grijpt hij hierna terug. Want door genade ben je behouden om dit leven te leven. Want door genade ben je behouden om over ziekte te heersen. Over demonen te heersen. Over omstandigheden te heersen. En dat kan door jouw bovennatuurlijk geloof. Dat kan door je bovennatuurlijk geloof. Let op. Dit is Efeze 2 vers 6 en 7. Is beslist niet het gebied van natuurlijk geloof. In de hemel zitten met Jezus. Als ik tegen een onbegeerde zal zeggen, ongelovige zal zeggen, ik zit in de hemel met Jezus. Zeggen ze, je staat toch hier op aarde, man. Wees toch nuchter. Want zij zien alleen, ze geloven wat ze zien. Maar geestelijk zit ik in de hemel met Jezus. Ik wandel op aarde, maar mijn positie is daar. Wauw, is net een ambassadeur. Een ambassadeur van Amerika zit in Nederland, maar zijn positie is eigenlijk in Amerika. Ik hoop dat je dit begrijpt. Ja, de ambassadeur van Amerika in Nederland is in Nederland. Je kan niet zeggen dat hij niet in Nederland is. Maar eigenlijk is hij op en top Amerikaan. En eigenlijk is dat precies wat er aan de hand is met de gelovigen. Je bent op aarde, maar tegelijkertijd een ambassadeur van de hemel. Je plek is daar, halleluja. Is dit niet mooi, mensen? Oké. En dit is niet iets wat wij zelf hebben kunnen doen. Dit is iets wat God voor je doet. Wauw. Luister, ik neem je mee naar Hebreeën 11 vers 1 om je te laten zien dat geloof jouw zekerheid is. Ja, Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. De Bijbel zegt hier dus dat Bijbels geloof geeft Bijbelse zekerheid. Het geloof nu is de zekerheid. Er zijn mensen die denken, als we zeggen dat we in Jezus geloven, dat het maar een probeersel is. Ja, als je niet wederom geboren bent, is het een probeersel. Maar als je Jezus hebt leren kennen en hij is echt in je leven gekomen, is het geen probeersel, dan heb je zekerheid. Dan is het, ik weet, mijn verlosser leeft. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus als jij leert om jouw van God gegeven geloof te activeren, iets te zeggen, iets te beleiden, iets te doen waarin Gods geest je leidt, dan opereer je in zekerheid. En opereer je in het gebied waarvan je weet, ik krijg het bewijs dat het werkt. Dat is wat er hier staat. Geloof is geen proberen. Geloof is een zekerheid en geloof levert een bewijs. Nu, toen je hart aan Jezus gaf, ben je Gods kind geworden. Dat is een zekerheid geworden, toch? Hoeveel hier kunnen zeggen, voor mij is het 1000% zekerheid dat ik gered ben. Zie je? En mensen die kijken via livestream, je weet 1000% zeker dat je gered bent. Dus die zekerheid heb je gekregen omdat je je bovennatuurlijk geloof bent gaan activeren. Maar je krijgt ook het bewijs. Want je gaat wandelen in de kracht van God. Oh, als je tegen demonen zegt in Jezus naam eruit, zie je reactie. Als je de naam van Jezus gebruikt in je gebed, heb je verhoorde gebeden. Als je de naam van Jezus aanroept in je moeilijkheden, ervaar je de rust van God. Geloof levert een bewijs. Hoeveel mensen hier kunnen zeggen, ik heb heel wat verhoorde gebeden. En ik zie handen zwaaien via de kamer om het zo te zeggen bij de gelovigen thuis, want ik ken jullie. Het geloof levert een bewijs. Je krijgt verhoorde gebeden. Wauw, je hebt zekerheid van binnen. God is met mij. En daarom, afrondend, is de Heilige Geest zo belangrijk in dit verhaal. Je zegt iets, je doet iets,
Je proclameert iets zoals de geest van God je leidt. En dan krijg je zekerheid en je krijgt bewijs. Gebruik je van God gegeven geloof. De geest van God is aan het toerusten om niet zwak te zijn, maar om sterk te zijn. Gebruik je van God gegeven en van God gekregen bovennatuurlijk geloof. Doe iets, zeg iets, proclameer iets, verwacht iets, verblijd je niet. Wees een actief gelovige, halleluja. En niet iemand die daar zit en denkt, ik hoop dat er wat gebeurt. Nee, laat iets gebeuren door je houding. Tof dat je hebt gekeken naar onze video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en klik snel op het belletje, zodat je updates ontvangt voor de eerstvolgende video.